Je naar de EH als je niet aan de toelatingseisen voldoet. De algemene regel is: je kunt een opleiding aan de EH volgen, het EH basisjaar of het EH traject, als je minimaal een VWO, HAVO of MBO-diploma hebt op niveau 4. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is dat we onderwijs geven op HBO-niveau. Dat merk je bijvoorbeeld in colleges, in literatuur die bestudeerd moet worden en in opdrachten. We bereiden dus ook voor op een studie in het hoger onderwijs. De tweede reden is dat de overheid heeft bepaald dat jongeren van 16 tot 18 jaar minimaal een HVO, VWO of MBO. Niveau 2-diploma moeten hebben voordat ze mogen stoppen met een reguliere opleiding. De EH is een particuliere school en dus gelden die eisen daarvoor. In bijzondere omstandigheden is het soms mogelijk om van die regels af te wijken. In dat geval geeft de leerplichtambtenaar of de leerplichtambtenaar heeft de mogelijkheid om een vrijstelling te geven. Denk je? Dat dit voor jou zou kunnen gelden, neem dan contact met ons op. Het kan ook uh, zo zijn dat je misschien wat ouder bent en dat je om de een of andere reden denkt dat uh, de EH iets voor jou zou kunnen zijn. En dat je, dat, het een, dat je goede redenen hebt om van die eisen af te wijken. Ook in dat geval laat van je horen. Wij denken graag met je mee.